Vandaag is het eindelijk tijd geworden. Home tour. De afgelopen 2 maanden hebben we jullie meegenomen in ons verhuisproces. Wat hebben we hier leuke en lieve reacties op kunnen ontvangen. Dankjewel daarvoor. Vandaag sluiten we deze verhuisvlogs af met een video waar de meeste van jullie waarschijnlijk op hebben zitten wachten. Namelijk de home tour. Mochten jullie naar aanleiding van deze video nog vragen hebben, stel ze vooral in de reacties. Dan ga ik jullie niet langer in spanning houden. En beginnen we in de gang en neemt Glenn het van mij over. Welkom in onze gang. Hier heeft Alwin onze mooie kapstok opgehangen. Met wel aangevraagd, waar is deze jas van comment. Dit merk. Maar ik denk dat het merk niet meer bestaat. Want ik kan het online ook niet vinden. Dus daar heb je gewoon niks aan. Nou, verder onze gang door. Hebben we eindelijk een aparte wc. Het enige wat we hier nog moeten doen is een lampje ophangen. Nu nog een bouwlampje. Dit zijn spulletjes van mij. Ik heb deze volgens mij allebei van mijn moeder gekregen. Die heb ik in Antwerpen gekocht. Antwerpen, hè? Heerlijk wc'tje. Zelf geplakt, allebei. Nou, dat was de toilet. Gaan we nu naar de badkamer toe. Hier de hele grote spiegel. Die hing altijd boven de eettafel bij ons thuis. Dan is hier de badkamer. De religie aan. Met een heerlijke ruime douche. Daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel hier gedaan. Behalve onze spullen neergezet en wel een rekje opgehangen van de Blokker. Maar hij roest al na 2 dagen. Ik zou denken dat het gemaakt is voor de badkamer. Dus overal plekjes. Maar ja, het hangt wel stevig. Maar misschien toch even mee terug, want het is niet helemaal de bedoeling, denk ik. Hier zo'n dingetje voor de glazen douchewand. Gewoon na het douchen kun je hier zo dan helemaal afdoen. Krijg je minder aanslag. Dat hebben we de eerste weken nog niet gedaan, dus hier hebben we de handdoeken liggen. Een heerlijk meubel met genoeg opbergruimte. Kan ik die open doen? Daar ga je mijn spullen in. Die van mij ga ik niet open doen, want dat is echt een troep. Maar wel heel veel ruimte, dus dat is heerlijk. Hebben we niet meer zo'n extra kastje nodig, zo'n medicijnkastje. Wasmand. Dit ga ik nog dragen, kleding. Handdoek in een dingetje. Dat is het eigenlijk. En nu neemt Alwin het over. Nou, we zijn weer terug in de gang. Zoals je opvalt, een mooie lamp die nog vervangen gaat worden. 2 dingetjes die we nog niet gedaan hebben. Er zijn 2 lampen ook. Eentje, die hebben we daar al liggen voor hier. Maar lukt mij niet helemaal op te hangen. Wat wel nieuw is, wat jullie nog niet gezien hebben, is het volgende. Dit mooie schoenenkastje, zoals je kan zien. Want natuurlijk is het heel fijn dat we hier gewoon onze schoenen kwijt kunnen. Kijk, je kan hem tegelijkertijd open doen. Zo. Handig, hè? En doe je ook zo. Hop, dicht. Hey. Nou, er staat nog iets leuks op. Dit gaat weer weg. Maar goed, dat is er wel. We hebben nog een leuk schilderijtje opgehangen die een klein beetje scheef hangt. Die we niet recht krijgen, helaas. Maar nu de crème de la crème natuurlijk van deze home tour. Onze berging. En als je kan horen, ik weet niet of het goed kan horen, gaan even stil zijn. Hoor je de afzuigapparaat. Het is een heel groot ding met 3 slurven en 2 slurven eronder. Ja, dit is onze rommelhok. Vrij simpel. Je hebt hier aan deze kant onze wasmachine. Hierboven de stokpaal die nog niet heel netjes is opgeruimd. Sorry daarvoor, mijn gedeelte trouwens ook niet. Van Guilaine. Freek, wat spelletjes. We hebben hier wat spullen van voorraad voor het eten. We hebben hier theedoekje bijvoorbeeld. Geweldig. Zeepspullen. We hebben heel veel Naturazijn. Heel veel wc-rollen, want ja, Guilaine die scheidt nogal veel. We hebben hier, nou, het is toch geweldig, want oké, om even jullie wat duidelijk te maken. We hadden dus niet echt een rommelhok in ons vorige huis. En nu kunnen we dus gewoon de trap hier neerzetten. We kunnen gewoon Wat is dat wasrek, eigenlijk, hè? Wasrek. Waar gebruik je dat precies voor? Was de droge? Een droogrek? Okay. Wasrek? Hoe noem je dat? Wasrek of droogrek? Wat is het? Het is toch een droogrek? Nee, een wasrek is goeder. Droogrek is ook goed. Dan zitten we aan de andere kant. En dan hebben we natuurlijk nog meer spullen. Dit zijn al mijn spullen. Ook nog niet helemaal netjes georganiseerd, moet ik heel eerlijk zeggen. Je vrouwtje heeft schoonmaakspullen, jij hebt jouw spullen. Ik heb mijn spullen. Nou ja, hier daarboven zijn al gereedschap, wat dozen die naar kantoor moeten. Dit zijn opnameapparatuur voor video's en zo. En we hebben dus de sodastream hier neergezet. Omdat die in de keuken nogal groot was. Voor de rest hebben we hier Freek zijn poepbak. Dus Freek zijn stekkie. Hij vindt mag het hier ook alleen maar zijn. Nou, ik moet zeggen, hij vindt het echt heerlijk om hier te poepen. Mm-hmm. Als we dus hier een keer zijn en hij moet naar de wc, dan kijkt hij ons zo aan van, joh, gast, ga weg. En dan gaat hij lekker scheiden en dan ga ik even iets anders doen. Nou, heb ik al iets gezegd over het geluid van dit
automatische afzuigsysteem. Dat heeft te maken met de sponsor van deze video, namelijk Loop Earplugs. Dus we zitten alvast in de slaapkamer. Kleine preview dus. Dat heeft een reden, want hier is brown noise. En ik vind het heerlijk. Jij vindt het verschrikkelijk. Ja, ik kan eigenlijk niet echt tegen geluid als ik ga slapen. Dus wat heel fijn is, is dat ik de Loop Quiet 2 heb. Deze. In een leuk kek kleurtje, zoals je kan zien. Past heel erg bij Guylaine Shirt op dit moment. Deze zijn echt geweldig. Ze zitten heerlijk. Je voelt ze bijna niet zitten. Daarnaast zijn ze makkelijker schoon te houden. En is er ook een XS variant van de eartips. Dus als je kleine gooringangen hebt, kan je ze ook nog in doen. Daarnaast krijg ik heel vaak de vraag welke earloops Guylaine gebruikt. En dat zijn de Engage. Ja. Ook in een leuk kleurtje. Roze is mijn favoriet. Ja. En deze gebruik ik eigenlijk voornamelijk wanneer ik naar buiten ga. Dus als wij naar de supermarkt gaan, dan is er best wel veel verkeer. En dan doe ik de Engage in, dan kunnen wij nog een gesprek houden. Maar wordt gewoon de achtergrondgeluiden worden gedempt. Ze zitten ook fantastisch lekker. Nogal iets lekkerder zelfs. Mm. En ze komen ook met een XS opzetstukje. Ja, wat fijn is ook omdat je naar buiten gaat, dat je ze ook aan je sleutelbos kan hangen door het middel van dit. Ik heb er al standaard eentje aan mijn sleutelbos en eentje naast mijn bed liggen. Ja, en het is gewoon heel fijn ook om in te doen, want je draait ze eigenlijk gewoon zo in je oor en dan zitten ze erin. Ga je liggen. Ja, ik voel ze bijna niet zitten. Ook wel, je moet wel wennen eraan, maar dan op een gegeven moment heb je het soms echt niet meer door dat je ze überhaupt in hebt. En met de kortingscode LOOPXVETGEZELLIG krijg je 10% korting op je volgende bestelling. Dus ga vooral naar de link in de beschrijving. Dan gaan we door met de home tour. Welkom in onze prachtige, grote, rustige slaapkamer. Met hier onze mooie Pax. Eindelijk een diepe, hoge kast waar al onze kleding in kan. Plus een hanggedeelte, wat ik gelijk ga laten zien. Ik kan eindelijk kleding strijken en ophangen. Al mijn jurkjes. Hier heb ik nog eentje waar ik vaak de vraag over krijg van welke is dit. M by M. Ze hebben hem nog wel eens gehad, zag ik, in een ander kleurtje. Dus je moet het denk ik een beetje in de gaten houden. Of komen deze volgens mij. Ja. Die is van Fabienne. Die hebben ze niet meer. Van, je wou ook altijd hele leuke blouses. Scotch en soda. Toppertje. Ja, deze was in de zilver. Dus niet denken dat ik alleen maar dure kleding koop. Hier hangen al jouw blouses. Kunnen nu ook eindelijk gestreken worden. En jouw ene blouse hangt er niet tussen, je eigen blouse. Nu moet het nog gewassen worden. Hè? Nou, gaat het dicht. Met deze greepjes hadden we eventjes een dingetje. Want we wilden ze heel graag bij IKEA halen. Maar die hebben bijna geen enkele mooie greep op voorraad. Dat vonden we deze bij de Gamma. Dat ik eigenlijk ook heel classy staan. En dan zit onze plankenlichtgedeelte. Ik weet niet precies hoe je het noemt. Met twee planken voor mijn kleding. En het zijn ook diepe planken. Dus we kunnen ook dingen erachter leggen. Er liggen hier en daar nog wel een beetje wat troepjes achter. Maar die heb ik verborgen voor deze house tour. Nou, jij hebt één plank en één la. Lekker dicht bij elkaar. Mag ik die open doen of zit daar een groot scherm in? Van espresso. En die van mij laat ik lekker dicht. Hier waarom laat je die van jou dicht? Ja, dat is een troepje. Nee, ik wil zien. Kijk, we willen het zien. Kijk. Allemaal troep. Hier wel veel sokken trouwens. Ja, ik heb net gewassen. En hier een hoop stof en nog twee schoenen van mij. En daarachter nog schoenen van Alwin. Wat leuk. Hier onze emergency kit. De föhn. En daar hebben we nog wat boeken liggen. Het is nog niet echt geweldig praktisch ingedeeld. Maar voor nu het is alle ruimte die we ooit gewild hebben. Dit is onze outfitspiegel. Ook vanuit het oude huis. Gewoon meegenomen. Prima ding, denk ik. Dan hebben we hier ons bed. En dit bed vonden we heel fijn, omdat er dus laders onder zitten. En daar ben ik vooral heel blij mee. Ja. Hier bijvoorbeeld in deze la. Als ik de was ga ophangen, dan heb ik hier de knaapjes. Nee, dit noem je knaapjes. En dit zijn... Dit zijn de knaapjes. Ik dacht dat het allebei knaapjes heten. Nee, hoe heet dit dan? Knijpers. Nou, heerlijk. Hier liggen nog wat troepjes die nog ingedeeld moeten worden. En daar heb ik dan mijn oor. Dat wil ik wel zien dan ook. Nee, daar gaan we niet over. Waarom mogen we dat niet zien? Wij willen zien. Mijn oordopjes. Wij willen zien. Ja, precies. Dit moet nog ingedeeld worden. Wij willen zien. Ja, dat wil je gewoon even niet aan denken dat het hier ligt. Nee, dat is gewoon heerlijk, want je kunt het dicht doen. Weg. Nou, ik moet wel zeggen, heel eerlijk, het is wel echt een verbetering met onze vorige slaapkamer. Want toen konden we ook niet om ons bed heen, maar toen konden we ook echt niks kwijt. Nee, en wat ik ook zo lekker vind, is dat ik gewoon niks meer kwijtraak hier. Waarom heb je eigenlijk geen Ja, nachtkars? Ik heb geen meerwaarde dan een nachtkars. Ik vind het alleen maar vervelend. Ik kan deze la ook niet omnoemen. Jij wil wel graag een nachtkarsje. Oké, dus ik neem het even over, want er is
één vraag die ik zo vaak heb gekregen na de derde of de vierde aflevering. En dat is ons beamer, want die staat hier in de slaapkamer. Nou, mijn Loops zit hier natuurlijk geweldig. Ik heb hier een nachtkastje met de beamer erop staan. Hier zitten wat dingetjes in die ik in de nacht nodig heb, namelijk een afstandsbediening. En een stekker. De beamer. Ik zal de link in de beschrijving plaatsen voor mensen die hem willen hebben. Hij is niet goedkoop, kan ik je vertellen. Hij was namelijk 800 euro, maar het is wel echt een geweldig ding. Een van de weinige dingen in het huis waar ik niet zo heel erg enthousiast over ben, zijn de gordijnen. Op zich prima gordijnen hoor, maar ze zijn gewoon net iets te kort, waardoor het een beetje pauper eruit ziet, als ik heel eerlijk ben. Zeker omdat we dit zo mooi mogelijk willen maken, vind ik dit een beetje moi. We gaan ze nog in laten meten door een bedrijf. Dus ben je een bedrijf die dit kan? Sponsor? Nee, geintje. Nee, we gaan dit nog laten doen. Maar ja, dat duurde zo lang en ik kan gewoon niet slapen als we geen gordijnen hebben. Dus die hebben we nu gewoon zo genomen. En deze kunnen we dan uiteindelijk weer weggeven aan iemand of zo, die waar het goed past. De beamer. Kijk, dit is de beamer. En dit is het beeld wat je ervan krijgt. Die strepen, die zien wij nu niet. Dat heeft te maken met de sluitertijd van de camera. En hij is iets lichter in het echt dan op de camera. In de avond is hij het beste. Maar je ziet wel ongeveer hoe groot het is. Ja, wij vinden het geweldig. We hebben hem ook graag aanstaan. We liggen hier dan lekker. Zo hier. Liggen we lekker naar de tv te kijken. Ik ben er vooral zeer tevreden over. Jij ook? Prachtig. Ja, echt een mooi ding. Zullen we doorgaan naar de volgende kamer? Yes, let's go. Kom je, Freek? Op naar de woonkamer. Daar zijn we dan. Heerlijk licht. Onze plek waar we de meeste tijd spenderen. Deze schuit. En ik weet dat mijn mening er een beetje negatief over was geworden over deze bank. Nu die in dit huis staat, heb ik echt weer een waardering voor gekregen. Hij zit sowieso fantastisch hoor, maar hij staat hier echt veel beter dan in ons andere huis, vind ik. De kleur komt ook veel beter uit, minder donker. Ja, ik ben er echt wel een stuk blijer weer mee. En ik vind het heel erg leuk bij onze paarse muur passen. Oké, op deze paarse muur hebben we ook ons rommelmarktvondst gehangen. Die hebben we bij de kringloop gevonden. Deze heb jij een keertje ergens gekocht, hè? Een marktje in Berlijn. Heel mooie roze, een beetje lila-achtige kast. Die zag ik voorbij komen op H&M Home. Hij is niet van H&M Home, hij is van Woods, volgens mij. Maar ze verkopen hem dan via H&M. We kregen heel veel opmerkingen over die streep die in de kast zit. Dat we dat absoluut hadden moeten melden, dat het zonde was. Maar de 48 uur was al verstreken, dus dat kon eigenlijk niet meer. En ja, we hebben hem eigenlijk nooit meer gezien op die streep, want we hebben er wat voor gezet. Ik moet heel erg zeggen. Het is nauwelijks te zien. Hoor. Als je nu naar kijkt, ik zie hem helemaal niet op beeld ook niet. Nee. Ik zie hem echt ook echt niet. Misschien als je de kast open doet, dat je er goed naar kijkt, dat je het ziet. Ja, oprecht. Maar oh ja, je ziet het daar een klein beetje oranje in de hoek. Ah ja. Maar voor de rest, wat staat er allemaal in? Zo, eigenlijk al mijn verzamelingetjes van overal en nergens staan erin. Dat is onze robotverzameling, die wordt elk jaar groter. Gelukkig zijn er niet zo heel veel robots te koop. Dat houdt een beetje rustig hier in huis. En hier houden we ook onze Freekje vast. Die vindt het heel leuk om hier in te gaan, hè Freek? Held Captive. En hier staan alle dvd's en de spelletjes. Nog wat boeken die nog geplaatst moeten worden. Freek, maar wat wil je hiermee precies? Ik denk dat hij opgesloten wil raken. Hij wil ook een mooi stuk zijn hier, toch? Dit is wel heel mooi. Ik denk omdat we daar vaak naar kijken. Een bromstuk. Een bromstuk of een prom? Een brommend pronkstuk. Oké, okay, nou, Freek heeft natuurlijk ook een plek nodig waar hij zijn nagels kan scherpen. Dat staat hier, dat is deze grote bruine bank. En als hij daar geen zin in heeft, dan hebben we hier een krabpaal. Daar een krabpaal, daar een krabpaal. Dan staat daar naar achter nog een krabpaal. Heel veel krabpalen. Wisselen die ook regelmatig om als ze weer kapot zijn of op zijn. Want dat zorgt ervoor dat Freek niet aan het meubilair begint. Ik pak het hier even over, want nu komt mijn domein hier natuurlijk. De keuken. Nog nooit zo'n grote keuken gehad in mijn leven. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien in de vlogs, hebben we hier een keukenblok neergezet met leuke stoelen eraan. En ik moet steeds lager gaan, want anders sta ik niet in beeld volgens mij. Oh. We hebben hieronder gekozen om de borden neer te zetten. Ik heb hier kruiden staan. Twee bakjes met kruiden. Pannen. Een schort, van alles wat ik even makkelijk wil kunnen pakken, staat hier. We hebben hier laatst een plankje opgehangen, vinden heel fijn. We hebben de uienpotten gebruikt nu ook echt voor de uien, want daar kreeg ik ook veel opmerkingen over. Dat zijn uienpotten, dus het zijn nu ook echt uienpotten. Ik ga het even laten zien, voordat jullie het niet geloven.
Oké, nou beginnen we bij het eerste gedeelte van de keuken. Dit is waar ik elke ochtend voor Guilaine de koffie sta te maken. Ik drink geen koffie, Guilaine wel. Hierboven hebben we wat muesli en dat soort dingetjes staan. Afzuigkap doet het nog steeds heel hard, zoals je kan horen. Dus als ik hier sta te filmen, dan moet ik wel met een microfoon door een microfoon praten, anders ga je me echt niet verstaan. We hebben hier gewoon allemaal lades. Hier een lade met bestek. We hebben hier allemaal, de airfryer staat hier en dat soort dingetjes. Oven. Ik was al helemaal vergeten dat we buiten hier een... Hey, daar is je schort. Maar ik was ook helemaal vergeten dat we buiten hier een lade nog hadden. Ja, maar die wordt warm ook, die lade, volgens mij. Ja, klopt. Freek, wil je even uitkijken, liefie? Dankjewel. Laatst heb ik trouwens deze ook aangeschaft, omdat Freek elke keer op het aanrecht komt. En ik vind het een beetje gevaarlijk worden als hij zijn pootjes zou branden. Dus deze leggen we er nu op. Wat we ook hebben is een messenblok, maar dan magnetisch. Zodat ik de messen er tegenaan kan plakken. Dit is de wasbak. Die gebruik ik niet meer om te wassen trouwens, dat vind ik heel fijn. Want daar hebben we iets anders voor, maar dat ga ik zo laten zien. Hier hebben we nog een beetje voorraad. Ook erg fijn. Onder de gootsteen extra, rekjes gekocht, zodat we alles netjes neer kunnen zetten. Vaatwastabletten, koker, olie, baking soda, extra slagroombus, omdat het heerlijk is. Dan hebben we hier de crème de la crème van elke keuken, namelijk een vaatwasser. En oprecht, ik ben nog nooit zo blij geweest dat ik een vaatwasser had. Elk bord ziet er schoon uit, dat heb ik nooit gehad. Dit bord is oprecht nog nooit zo glimmend geweest als dat ik hem nu heb. Eén puntje, ons bestek gaat wel snel doorheen. Onze glazen zijn nog nooit zo schoon geweest, onze borden zijn nog nooit zo schoon geweest. Het is echt geweldig. Dus vaatwasser, de grootste upgrade in ons leven, denk ik wel. Oké, dan hebben we nu de koelkast. Ook een topding. Ik heb hier trouwens twee van die dingetjes opgehangen, zodat ze niet... Dit gaat stoten en dat we hier een hele grote kras krijgen, daar heb ik geen zin in. Maar goed, de koelkast. Ja, een koelkast is een koelkast. Het is meer ruimte dan we voorheen hadden. We hebben ook een vriezer erbij. Ook geweldig, ook groter dan dat we hiervoor hadden. Ik denk dat het bijna twee keer zo groot is als dat we in totaal hiervoor hadden. En daarboven hebben we nog iets om dingen in op te bergen, zoals brood en dat soort dingen. Dus dit ga ik snel weer dicht doen, want het is niet zo heel goed voor de koelkast om dat heel de tijd open te laten. Maar echt oprecht, deze keuken is zo 10 keer beter dan dat we hadden. En doordat die in de woonkamer staat, heb ik ook gewoon veel meer ruimte om gewoon rustig te koken. Want dit blok gebruik ik op 2 manieren. Nou, 3 manieren zelfs. Eentje om te koken, dus ik sta hier gewoon zo. Aan de andere kant zit ik dus ook hier te werken. En we zitten hier nog te eten. Dus het is multifunctioneel, het is geweldig. Nou, dan hebben we natuurlijk deze mooie, prachtige stoelen. Daar heb ik ook veel vragen over gekregen. Ik zal de link ook even in de beschrijving daarvan zetten. Zijn eigenlijk mooier dan dat ik had verwacht. Je moet de vlogs maar even terugchecken, maar dit is echt een fijn ding. Ze zitten lekker, mooie kwaliteit, stevig. En Freek houdt er ook van om erop te zitten. Daarnaast hebben we ook een plant gekocht. Kijk deze mooie plant. Ga jij dat doen? Dat is niet de bedoeling, liefie. Hey, ga je even wel met je nageltjes er niet aan? Dankjewel. Ik wil even laten zien dat het gewoon een mooie plant is. Kijk. Dat jij niet met de camera dichtbij komt. Hij lijkt wel echt, echt, hè? Het is echt bizar. En wat het leuke is, je kan er ook gewoon zo mee dansen en dan gebeurt er niks mee. Nee. En van de week hebben we nog iets moois gekocht, namelijk dit voor mijn LP's. Dit wilde ik eigenlijk in het vorige huis al. Toen niet gedaan, want die muur die kon ik denk ik niet echt hebben als we hier iets tegenaan gingen plakken. Of daar tegenaan iets gingen plakken. We hebben nu dus dit om toch een beetje wat meer gezelligheid in het huis te krijgen. Hier kunnen we gewoon de LP's tussen schuiven. En dan vervang ik ze eens in de zoveel tijd. Vorige week zag je in een vogelvlucht dat deze tv op een poot gezet werd. Nou, die hebben we gekocht. Mooi ding, we wilden hem niet meer aan de muur doen. Omdat ik best wel geschrokken was van de grote krater die in de muur werd geslagen. Dat wilde ik hier niet aandoen, dus ik denk van we kopen gewoon een mooie poot. En op zich, in eerste instantie dachten we van wel heftig, maar ja... Ik vind het nu eigenlijk wel mooi staan, heel eerlijk gezegd. Soundbar, dit hebben we eigenlijk allemaal al meegenomen vanuit het andere huis. Ik heb hier mijn LP's in gedaan, zoals je hebt kunnen zien in de video. Ja, het is gewoon geweldig. We kunnen hier gewoon lekker tv kijken. Dit ding, dat is nog wel heel fijn. Dit ding kan ook draaien, zoals je kan zien. Kijk, zoals ik daar sta te koken, kan ik ook nog meestaan te kijken naar de tv. En dit is onze balkon. Yes! Veel vragen over het balkon gekregen trouwens, met
aanleiding van Freek. Wat we hier gaan doen voor Freek. Geen net, geen ren. Daar is echt veel te weinig ruimte voor. We gaan alleen een houten kooi bouwen. We gaan alleen een grote houten kooi bouwen waar die op kan. Nee, we mogen hier niks aan ophangen. En ren vindt ik, nou daar maken we Freek niet blij mee. En Freek is ook niet echt een buitenkat, het is echt een binnenkat. Dus ja, we gaan hier vooral gewoon lekker zitten in de ochtend en misschien een koffietje drinken. Freek mag erbij met een tuigje, maar hij vindt eigenlijk geen piep aan. Mocht je nou denken, het lijkt me nog leuk om het huis in 360 graden te zien, dan kan je naar mijn Instagram, @vetgezellig, volg me daar en stuur een DM, want dan stuur ik je een linkje met die video. Als je dan een VR-bril op doet, kun je dan een tour door ons huis nemen? Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Cool. Tot volgende week.